het eigenlijk het leuke om te vertellen vind ik, ik heb een passie voor sport en een passie voor mijn werk. En dat heb ik geprobeerd te vinden in Clubmerk. Of dat hebben we gevonden in Clubmerk. Ja, dat is een mooie combinatie. Sport, waar ik heel gek op ben, en het grafische werk. Waar mijn expertise ligt. Wij geloven erin dat communicatie en uitstraling van een club heel belangrijk is als je sponsors wil werven. Maar het gaat ook uiteraard om de inhoud. Welk verhaal wil ik als club of vereniging vertellen? Ik heb Martijn eigenlijk van ooit een netwerkbijeenkomst, bij Heracles onder andere. Martijn is daar altijd marketingdirecteur geweest. Dus een hele mooie ingang. En Martijn kent ook heel veel mensen en dat is zijn kracht. Martijn kan op een goede manier de producten neerzetten, zeg maar. En ik vul hem daarbij aan. En dat is een hele mooie combinatie. We hebben gezien dat heel veel verenigingen best wel worstelen met de commerciële inkomstenkant. Nou ja, die bestaat vaak uit contributie, kantineinkomsten, maar ook sponsoring. En daarbij is het zo dat heel veel vrijwilligers vaak die club runnen. En dat daar soms een professionele hulp net even dat stapje verder kan brengen en die inkomsten kan verhogen. Voor wat voetbalclubs hebben we dat gedaan. Stefan Winkels, Nederlands kampioen skiën, helaas door een zware blessure gestopt. Maar daar hebben we bijvoorbeeld een website voor ontwikkeld. Gemeente Borne, het Woldrik, idem dito hebben we ook een website mogen ontwikkelen. Ja, wij geloven dat, wat we al zeiden, die commerciële waarde die een club heeft om een maatschappelijke doel ook te bereiken. Een hele belangrijke maatschappelijke rol heeft een club en een vereniging. Wij denken dat daar meer uit te halen is, omdat een club heel veel mensen aanspreekt, een bepaald gevoel bij die club ligt en daarom kan het ook interessant zijn voor commerciële partijen om zich daar aan te liëren. Wij helpen die club dus daar goed en kritisch naar te kijken. Nou, we hebben allebei natuurlijk ons eigen bedrijf nog en we investeren inderdaad tijd in Clubmerk, maar dat is nog niet fulltime. En we hopen natuurlijk in de toekomst dat wel zo gaat gebeuren inderdaad. Ja.